Wat ik me goed herinner van die vorige verkiezingstijd is dat ik een telefoontje kreeg dat ik als hoogste nieuwkomer op de lijst terechtkwam, toen op plaats 6. Ik vond het echt ongelooflijk eervol dat ik op die plek werd voorgesteld. Ik wist ook tegelijkertijd dat het wel een hele spannende plek was. Dat spant er wel om, of het hem wordt of niet. En ik wist wel dat er waarschijnlijk een lange formatie aan zat te komen, die ook wel ingewikkeld was. Waar er ook wel weer een kans was dat de ChristenUnie mee zou gaan praten, maar zeker geen zekerheid. En dat is een hele spannende formatietijd geweest, die herinner ik me nog heel erg goed. En die was ook echt heel erg lang. Dus ik werd in oktober, ergens half oktober, gebeld door Gert-Jan. Die zei: Stineke, we zijn eruit en we gaan er een beroep op je doen. Ik was ongelooflijk blij met dat telefoontje en ik vond het heel eervol om ook echt die taak nu op te kunnen pakken. Ik was er klaar voor. En tegelijkertijd wist ik ook, dit is het begin van een hele grote verandering in mijn leven. Ik woon in Groningen. Dus dat betekende ook dat ik niet meer de hele week thuis zou zijn, maar echt een paar dagen ook in Den Haag zou zijn om in de Kamer mijn werk te kunnen doen. Kijk, ik ben de politiek ingegaan met een heel groot rechtvaardigheidsgevoel. Om te streven naar gerechtigheid, echt recht te doen waar onrecht plaatsvindt. Dat is iets wat heel dicht bij mijn hart ligt. Ik mag me in de Kamer inzetten ook voor de slachtoffers van mensenhandel en van gedwongen prostitutie. En als er groot onrecht is, dan zie je dat daar. En vrouwen die vastzitten in een wereld waar ze heel moeilijk uit kunnen komen. Waar mensen gebruik van hen maken, hen uitbuiten. Vrouwen die in een kwetsbare positie zitten. Ik vind dat zo'n groot onrecht, dat zit zo diep. We mogen onze ogen daar niet voor sluiten. En ik denk in deze coronatijd heeft zoveel naar boven gebracht, ook heel veel zichtbaar gemaakt wat eigenlijk onzichtbaar was. In Nederland werd vaak gedacht dat de mensen die in de prostitutie werken, dat is toch inmiddels een legale sector. 20 jaar geleden is het bordeelverbod opgeheven. Dat zal allemaal wel op orde zijn. Het bleek helemaal niet zo op orde te zijn. Veel van hen blijken te maken hebben met een malafide boekhouder. Ze staan helemaal niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Werken op een of andere manier gedwongen in de prostitutie. Zijn helemaal geen vrije mensen. En dat heeft deze coronatijd ook zichtbaar gemaakt. Ik heb in die coronatijd, toen ik pleitte voor coronasteun, ook voor de mensen in de prostitutie ook wel eens de vraag gehad van: nou, is dat nou het pleidooi dat de ChristenUnie moet voeren? Maar ik zie juist in de prostitutie, ik zie daar mensen in zo'n kwetsbare situatie zitten, zo'n afhankelijke positie. We mogen als overheid onze ogen daar niet voor sluiten. Want als er ergens onrecht is, dan is het in hun leven. Als er ergens mensen niet vrij zijn, dan zijn zij het. En ik zal me daar altijd voor blijven inzetten. Voor gerechtigheid voor hen, voor vrijheid voor hen. En als zij die wereld achter zich willen laten en de kans krijgen om dat te doen en de moed hebben ook op dat moment, dan vind ik dat we als overheid hen daar alle hulp bij zouden moeten bieden die ze daarvoor nodig hebben. Nou ja, als iets het werk in Den Haag kenmerkt, dat is dat het vaak wel een strijd is van lange adem. En dingen zijn heel vaak niet van de een op de andere dag meteen geregeld of rond. En ik herinner me nog een wet, dat was een wijziging van de faillissementswet, die echt heel onrechtvaardig zou uitpakken voor het midden- en kleinbedrijf. En ik vond dat niet eerlijk. En ik heb toen samen met twee collega's echt daar de strijd tegen aangebonden. Van hoe kunnen we deze wet nou eerlijker, rechtvaardiger en socialer maken? En dat is een lange strijd geweest met heel veel weerstand van partijen die dat allemaal niet wilden. De hele grote belangen speelden daar ook in mee. Maar het is uiteindelijk wel gelukt. En dat vind ik belangrijk, omdat we op deze manier wetten bepalen heel erg wie er sterk staat en wie er zwak staat. En daarmee maakt het dus verschil in hoe je wetten vormgeeft en
ja, ik ben ongelooflijk trots op het feit dat het is gelukt om die wet dus een stuk rechtvaardiger te maken, eerlijker en socialer. Het kamerwerk in Den Haag is natuurlijk heel bijzonder om te mogen doen. Maar ik realiseer me ook heel goed dat het Binnenhof en de gebouwen eromheen, wat is het, een vierkante kilometer, wel een heel eigen dynamiek kent. En waar je gemakkelijk in meegezogen kunt worden. Er is natuurlijk veel in de spotlight, wat er gebeurt ook. En voor je het weet, verlies je de binding met het land. Of ervaar je een grote afstand tot wat er gebeurt in de rest van het land. Omdat je zo bezig bent met wat daar gebeurt. Maar dat is echt iets waarvoor ik wil waken. En daarom ben ik ook iedere keer blij, iedere week, dat ik op donderdagavond weer thuis kom. En dat achter me laat. En gewoon weer het land in gaat. Thuis kom hier in Groningen. En dan kan ik de week erop, als ik weer naar Den Haag ga, die verhalen weer meenemen naar Den Haag. Maar wel heel belangrijk om te realiseren dat de wereld echt groter is. En dat het belangrijk is om die voeling te houden, ook met wat er in het land speelt. En om te investeren in de regio, in goede treinverbindingen bijvoorbeeld, goed openbaar vervoer. Heb je die stem vanuit de regio echt wel nodig, die doorklinkt in Den Haag? Want het is echt niet zomaar vanzelfsprekend dat die keuzes in Den Haag gemaakt worden. Ja, en een paar zijn me ook wel echt bijgebleven. Onder andere de ontmoeting met de moedige moeders. Het zijn ouders die hun kind verloren hebben zien gaan aan drugs en alle gevolgen daarvan. Die verhalen die komen echt binnen. Als ik spreek met jongeren die gokverslaafd zijn en hoeveel impact dat heeft op hun leven. Ik heb eens een collega die zegt van, nou Stineke, ik zie jou heel erg actief op de thema's, hè, al rondom drugs, rondom de aanpak van gedwongen prostitutie en mensenhandel, gokverslaving. Dat zijn niet de minste onderwerpen, dat zijn altijd wel heftige verhalen. En dan is mijn reactie ook, ja, dat is zo, maar ik zie ook dat juist op deze plekken, er gaat zoveel goed in ons land, maar hier is nog echt heel erg veel werk te doen. En om hier te streven naar rechtvaardigheid en vrijheid voor mensen. Ja, dat is echt een strijd van lange adem. Maar ik ben ongelooflijk gedreven om die voor te zetten. Ik mag nu zelf deel uitmaken van de parlementaire enquêtecommissie. Die commissie gaat onderzoek doen naar alles wat te maken heeft met de aardgaswinning in Groningen. Met de schadeafhandeling en de versterking. Met eigenlijk als belangrijkste vraag, hoe heeft het nou zo ver kunnen komen? En dat betekent dat we echt op zoek gaan naar waarheid. Om antwoorden te vinden op vragen die bij mensen leven. En zo ook eraan bij te dragen dat er recht kan worden gedaan aan de mensen hier in Groningen. Wat je van mij mag verwachten is dat ik blijf strijden voor gerechtigheid. Gerechtigheid voor de mensen in Groningen, maar ook voor gerechtigheid voor de slachtoffers van gedwongen prostitutie en mensenhandel. Dat is een strijd die ik blijf voortzetten. En als Kamerlid uit Groningen blijf ik me ervoor inzetten dat de stem vanuit de regio echt gehoord wordt in Den Haag. Dat is hard nodig.